praat met Herman Sanctorum, onafhankelijk parlementslid. Dag, meneer Sanctorum. Ja, om de euforie over die luchtkwaliteit in Vlaanderen wat te temperen, wees u op het verschil tussen de Europese normen en de normen van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Een belangrijk verschil? Ja, een heel belangrijk verschil, letterlijk van levensbelang. Waarom? Omdat de Europese normen, die we stilaan nu wel aan het halen zijn in Vlaanderen, ja, dat is eigenlijk een politiek compromis geweest, ook met de industrie, met de transportsector. Ja, u nam het woord lobbywerk in de mond. Ja, ja, maar dat wordt ook openlijk toegegeven. Hè. Dus dat heeft eigenlijk geen enkele wetenschappelijke waarde of gezondheidswaarde, die Europese normen. En die beginnen we nu stilaan te halen in Vlaanderen. Maar dus in de feite gaan we er wel op vooruit? We gaan op vooruit, gestaag, maar we gaan er op vooruit. Maar die Wereldgezondheidsorganisatie, ja, die stelt normen voor die echt gebaseerd zijn op wetenschap, op gezondheidsstudies. En ja, recent was er een studiedag van de Vlaamse Milieumaatschappij over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. En de Vlaamse Milieumaatschappij zegt duidelijk van we zijn in Vlaanderen nog heel ver van het halen van de echte gezondheidsnormen. En dat is een probleem echt van levensbelang, omdat luchtvervuiling nu eenmaal leidt tot vroegtijdige sterfte, tot ziekte. Het gaat echt over duizenden mensen. Maar goed, ik hoor de minister wel zeggen dat er, ja, ze geeft toe, er zijn om die normen van de WHO te halen wel extra maatregelen nodig, maar die worden nu al stilaan genomen. Ze somt er ook een paar op. Hè. Ze zegt, ze zijn ambitieus. Hè. Ze noemt het bannen van dieselwagens. Er komt een luchtactieplan, zegt ze. Ze wijst op de lage emissiezones in Antwerpen. Is de regering dan niet onderweg naar die normen van de Wereldgezondheidsorganisatie? Nee, het is echt pertinent onjuist wat mevrouw Schouwvliegen zegt, omdat al die luchtactieplannen die dienen eigenlijk om de Europese normen echt te halen, de Europese normen. De Wereldgezondheidsorganisatie... Zij zeggen letterlijk, dit zijn maatregelen onderweg naar die WHO-normen. Ja, zij kan hopen dat dat ons verder op weg brengt. Maar dat is helemaal de intentie niet van die luchtactieplannen. Dat is gewoon fundamenteel onjuist wat zij zegt. Ja, u zei dat ook in het half rond. Hè. De informatie die u geeft is fout, zei je tegen de minister. Ja. Dat is natuurlijk wel een straffe uitspraak. Ja, maar de feiten zijn de feiten. En ik hou wel erg vast aan u bent zelf ook een waarheid en correctheid, absoluut. Ja. Nu, Elisabeth Mulleman van Groen uit de twijfels bij de effecten van de vergroening van het wagenpark in Vlaanderen. Het bannen van die dieselwagens. De minister betwist dat. Hoe zit het volgens u? Ja, het is een beetje genuanceerd in die zin dat voor het eerst worden er minder dieselwagens aangekocht. Gedurende decennia hebben we eigenlijk in België en in Vlaanderen de aankoop van dieselwagens gestimuleerd. Dus die vergroening is dan toch in gang gezet? Er is een kentering in de verkoop van dieselwagens. Die is gezakt. Maar natuurlijk, vooraleer dat het ganse dieselwagenpark, alle auto's op de baan, vooraleer dat al die dieselwagens geraken vervangen, ja, dan ben je natuurlijk voor heel veel jaren onderweg. Hè. U weet ook dat er een sociaal aspect is natuurlijk. Hè. Dieselwagens vaak bij armere gezinnen die niks anders zich kunnen aanschaffen. Ook daar moet oog voor zijn. Ja, oké. Maar de realiteit is gewoon dat ook al zal je elk jaar wel wat minder aankoop van dieselwagens hebben, het zal nog heel lang duren vooraleer een echte ontdiezeling bezig is in En ook dan zijn die WHO-normen natuurlijk nog mijlenver. Ja, nu, de minister is ook ingegaan op de gevolgen van houtverbranding. Hè. Een vuurtje stoken stoot meer fijn stof uit dan 1000 kilometer per auto rijden. Hè. We hadden het net over die diesels. Nu, de minister zei, het handhaven van een stookverbod is moeilijk. Er komt een informatiecampagne. En daar moeten we het dan mee doen. Bent u tevreden met een infocampagne en geen verbod, echt verbod? Ja, we gaan meer moeten doen dan infocampagnes alleen. Hè. Het is inderdaad een beetje een ongemakkelijke waarheid, hè, dat een open haard bijvoorbeeld, dat die voor bijzonder veel fijn stof zorgt, zelfs ook dioxines, hè, dus de echt schadelijke stoffen. Wat moeten we daaraan doen? Ja, om te beginnen moeten er efficiëntere installaties komen voor houtverbranding en kunnen er ook roetfilters worden geïnstalleerd. Dus er zijn ook wel een aantal technologische oplossingen om ervoor te zorgen dat de vervuiling door houtverbranding naar beneden gaat. Ja, jeugdbewegingen zullen het graag horen. Hè. Een scoutskamp eindigt stevast met een kampvuur. Ja, als er natuurlijk links en rechts is gebeurd, dan heeft dat natuurlijk weinig impact op de luchtkwaliteit in Vlaanderen, zeg maar. Maar natuurlijk, ja, er wordt op grote schaal hout verbrand, hè, in Vlaanderen. Dat is gewoon de realiteit. En als je dat dan vaststelt als overheid, ja, dan moet je natuurlijk iets doen aan de uitstoot van die schadelijke stoffen. Ja, heel kort dan, geldt dit ook voor verbranding van houtpellets? En wat dan met die centrale van Langerlo? Kan die voor u?
Ja, het probleem met de houtpellets in grote biomassacentrales is vooral dat het eigenlijk niet klimaatneutraal is. Hè. En waar ga je die pellets dan vandaan halen? Uit Canada? Of dat is grootschalige verbranding van hout dat je ergens moet vandaan halen. Maar in alle eerlijkheid, als het gaat over vervuiling, zijn het eerder de kleinschalige brandjes, ja, zeg maar, die een impact hebben op de luchtvervuiling. Oké, bedankt voor deze toelichting, meneer Sanctorum. Actua TV. Het hele verhaal.